Hallo allemaal. Nou, super leuk dat je er weer bij bent met het meekijken met mijn nieuwe filmpje. Ik denk dat dit nummer 20 is. Terwijl ik begon te praten, dacht ik, oh, welk filmpje is dit? Maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar stel dat het 20 is, dan is het eigenlijk wel een heel erg leuk getal, vind ik. Ik hou wel van die mooie ronde getallen. Hoewel ik 18 ook heel erg leuk vind. En die hebben we laatst gehad. Ik denk dat ik hem zelfs zo leuk vind. Ja, zie je, dit is nummer 20. Want vorige keer zei ik, dit is filmpje nummer 18. En toen later ging ik hem online zetten. En toen dacht ik, nou ja, dit was helemaal niet nummer 18. Dit is nummer 19. Dus nu weet ik wel inderdaad zeker dat dit nummer 20 is. Nou, is ook een mooi getal. En ik vind het leuk dat je lekker meekijkt. Ik ben Elske en ik haak heel graag, brei heel graag. Ik ga trouwens niks over het haken vertellen. Oh, misschien een beetje. En ik stip heel graag en ik praat er graag over. Dus dit is een hele fijne plek om alles wat in mijn hoofd zit, om eventjes met jullie te delen en ja, dat gewoon allemaal te vertellen. Ik ga trouwens wel over haken praten, want ik ga iets zo meteen vertellen over het vestje wat ik draag. Ik zie nu al op beeld, ja. Ja, dat dit een veel beter beeld is dan de vorige keer. De vorige keer was het echt een hele warme dag. En ik wilde zo graag toen een filmpje opnemen. Het allerliefste doe ik dat op donderdag. Dat vind ik gewoon de meest praktische dag. Dat is het vandaag ook. Vandaag is het donderdag. Ja. 22 juni. En de vorige keer lukte dat gewoon echt niet. Vrijdag is ook niet zo'n hele handige dag. Dus toen was het ineens wel op zaterdag een optie om een filmpje op te nemen. En nu gewoon weer lekker op donderdag. Waarom ging ik dat dan zeggen? Ja, oh ja, ik wilde eigenlijk zeggen, de vorige keer zag ik zo op een gegeven moment mijn filmpje. Ik probeerde een screenshotje te maken om als eerste foto, zeg maar, op YouTube te laten zien. En wat een grijzig en grauw beeld. Toen was het zo'n hele warme dag. Echt heel warm. Ik denk dat het die dag 30 graden werd of zo. En ik had de gordijnen dicht gedaan. Het zonnescherm zat dicht en de gordijnen zaten dicht. Want anders was er zoveel felle zon nog naar binnen. Maar toen later dacht ik, misschien had ik dat niet moeten doen. Want het is echt wel heel, heel grijzig en grauw. En daarbij heb ik een nieuwe telefoon. Ik had, ja, echt heel dom. Ja, dom. Ik weet eigenlijk niet of dat dom is. Mijn telefoon viel gewoon uit mijn handen. Ik wilde hem van het kastje pakken waar die heel vaak op ligt. Ik wilde hem van het kastje pakken. En met dat ik hem pakte, viel die. Nou, ik kijk nu even naar dat kastje. Dat zal. Nou, het is nog geen 1,5 meter hoog, denk ik. Het is echt geen hele hoge val of zo. Die telefoon die heeft veel vaker een val meegemaakt. En ook wel hogere vallen. Maar hij viel en het beeld was in één keer compleet zwart. Dat had ik al eerder een keer met die telefoon gehad. Toen had ik hem het scherm vervangen. Want dat was heel kort nadat ik hem toen had. En nu gebeurde dat weer. En eigenlijk was hij het gewoon niet meer waard om weer zo'n duur scherm erop te zetten. Dus toen moest ik een nieuwe. Dat viel echt wel een beetje tegen. Daar had ik natuurlijk helemaal niet op gerekend. Maar goed, ja, nou ja, of ik hem nu koop of over een poosje. Het moet toch een keertje dan weer gebeuren of zo. Maar wat me dus ook opvalt bij die telefoon, is dat het beeld van de foto's en de filmpjes een soort van veel grauwer is of zo. Echt heel anders dan mijn vorige telefoon. Ik moet daar enorm aan wennen. Ik merk het ook echt met de foto's maken. Dat ik denk van, nou, ik vind het helemaal niet zo heel mooi eruit zien. En toen had ik dat dus de vorige keer. Toen had ik die telefoon echt net een paar dagen. Toen had ik dat. En dan nog de gordijnen dicht. Ja, echt, ik dacht echt bij mezelf, oh, het lijkt wel of ik gewoon helemaal ziek ben of zo. Ik zie er zo ongezond en grijzig en grauw uit. Nou, nu heb ik hem op een andere stand gezet. En zo te zien is het wel iets beter, denk ik, nu. Ja, ik hoop dat ook echt dat dan zo is. Dus, maar goed, we zien het wel. Ja, en weet je, vorige keer was het dus op zaterdag dat ik een filmpje opnam. Nu is het donderdag, dat is nog geen 2 weken ertussen. En ik dacht gisteren ook echt, ja, maar wat ga ik dan eigenlijk vertellen? Want voor mijn idee heb ik nauwelijks iets gedaan in de afgelopen 2 weken. Maar ik had heel de week al in mijn gedachten, oh ja, dit is de week dat ik een filmpje op ga nemen. En of heel de week, ja, eigenlijk wel, want ik zie er altijd wel naar uit om dat te doen. Dus dit is de week dat ik een filmpje op ga nemen. Ja, leuk. En toen dacht ik, ja, en dan? Wat ga ik dan vertellen? Ik heb niks nieuws, ik heb niks af. Dus het is gewoon een soort van herhaling van de vorige keer. Maar. Nou ja, goed. Het is geen herhaling, want ondertussen schoten er echt wat dingetjes te binnen in mijn hoofd. Zo van, nou, dat kan ik vertellen en dat kan ik vertellen. Dus het komt ongetwijfeld echt helemaal goed. Ik heb net nog even alle reacties van de vorige keer. Dat waren er zoveel, zo leuk, zo lief. Heb ik allemaal nog een hartje gegeven. Ik kwam er gewoon niet aan toe om op dingen te reageren. Terwijl ik er wel een aantal in mijn hoofd had zitten waar ik wel heel graag op wilde reageren. Maar
Nou ja, de tijd ontbrak me. Het is natuurlijk niet zo dat ik er helemaal geen tijd voor had, maar ik heb ook gewoon mijn tijd willen gebruiken voor breien en buiten zijn. En ja, dat. Dus ik heb nog niet gereageerd. Misschien doe ik dat straks nog op een paar dingen. Maar weet dat ik ze allemaal gelezen heb en dat ik er heel erg van genoten heb om ze te lezen. En voor alle complimenten een hele dikke dankjewel. Ook voor al het meedenken en alle opmerkingen over de reclames en zo. Dankjewel. En ja, weet dus dat ik er echt van geniet om ze allemaal te lezen. En ik zag ook dat er heel veel mensen, vergeleken met de vorige keer, nog even op de abonneeknop hadden gedrukt. Dus dat maakte me ook blij. Ik denk, ah, oh, dat is ook leuk. Ja, nou, nog geen 1000, maar nou, het komt vanzelf. Ik heb me inmiddels bij de reclames neergelegd en toen zat het me even heel hoog. En nu denk ik bij mezelf, ja, ik kan er toch niks aan veranderen. Ik kijk zelf ook filmpjes met de reclames. Zo erg is dat niet. En nou ja, goed, het zij zo. Ik zie een melding binnenkomen. Dus ik heb eventjes mijn telefoon op niet storen gezet ondertussen. Dat vind ik irritant als er al die meldingen zo binnenkomen. Hé, hey, nou, wat ik aan heb, ga ik als eerste vertellen. Dat is dus wel iets gehaakt wat ik aan heb. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk om te vertellen. Het is een vestje, dat haakte ik. Ja, ik heb het net opgezocht in mijn boek, want ik wist het allemaal niet zo heel goed meer. Ja, ik haakte hem ruim 2 jaar geleden. Zeg maar 2,5 jaar geleden. En het was wel heel leuk. Het was toen een testknit voor. Nee, geen testknit. Het is een haakpatroon. Dus een test. Een vestje om te haken. En dat deed ik voor Lies van Suus. Zij haakt heel veel. Inmiddels heeft ze ook een boek uitgegeven. Wie weet, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wie weet, staat dit patroon ook wel in haar boek wat ze heeft uitgegeven? Zou kunnen. Ik weet dat zij had al heel veel patronen gehaakt. Voornamelijk kleding voor vrouwen. Maar ze heeft sowieso ook een vest ontworpen om te haken voor mannen. En er zit ook wat kinderkleding bij. En soms iets anders als een muts of een tasje heeft ze geloof ik ook wel eens een keer ontworpen. Hele leuke dingen ontwerpt ze. Nou, en voor haar heb ik 2 keer, denk ik, een vestje getest. Nee, 3 keer. 3 keer een vestje getest. Nou, en toen zij met dit patroon bezig was, toen had ik al zoiets van, oh, deze wordt echt heel erg leuk. Ik vind het zo'n leuke vorm. Hebben de mouwen die poffen net iets. Ja, misschien is dat er inmiddels door alle dragen ook wel een beetje uit. En dan is het niet zo'n heel lang vest. Het sluit mooi aan. Ja. Ja. Ja, ik vond het gewoon heel erg leuk eruit zien. Toen heb ik dat gehaakt en toen heb ik wel heel erg gekeken van met welke garen ga ik dat dan doen. Zij haakte dat toen met Stijlkraft, DK, en dat wilde ik echt niet, want dat was met 100% acryl en ik wilde geen acrylvestje haken. Dus toen heb ik heel erg gezocht van nou, wat is dan ongeveer dezelfde dikte, wat kan ik dan gebruiken om te haken. En ik wilde, ja logisch, want het is voor de zomer niet echt iets met wol erin. Uiteindelijk is dat wel een beetje, maar vooral heel veel katoen. Nou, ik heb het garen van Langyarns gebruikt en dan Langyarns Kylie. Ik weet dat Sarah van It's a Sarah, die heeft haar leuke Granny Square vestje, heeft zij met dat garen ook gehaakt. Ik vind het heel mooi garen. Ja, ik weet niet of je dat nou echt heel goed zo kan zien, maar er zit gewoon. Er zit diepte in het garen. Dat heb ik al eens vaker gezegd. Ik hou daar echt heel erg van. Als het niet heel glad van kleur is, maar dat er gewoon een beetje een soort van structuur in zit. Dat er gewoon een beetje ja, iets gebeurt in het garen. En dat het daardoor mooi is. Bij dit bruine ook. Zie je, er zitten allemaal van die spikkeltjes zitten erin. Met wat donkerder roze, met geel, met net een ander tintje bruin. Echt, ja, echt heel erg leuk vind ik dat. En dus over de kleuren van het garen ben ik echt heel tevreden. Het is met katoen 56%. Het is met zijde, wol en viscose nog een heel klein beetje. Achteraf denk ik van, ik had het niet moeten doen met dit garen. Want zoals je ziet zijn de mouwen vrij kort. Ik las net ook van, stel dat ik hem nog een keertje zou haken. Dan moet ik de mouwen 2 toeren langer haken. Dus ze zijn eigenlijk net te kort. Maar ja, het moest hem natuurlijk binnen een bepaalde tijd af zijn. En ik heb erbij geschreven, het was doorhaken, maar precies op tijd klaar. Dus ik denk dat ik mezelf toen gewoon geen tijd gunde. En dat ik het daarna ook niet meer gedaan heb om de mouwen iets langer te maken. Maar die mouwen zijn dus vrij kort.
Dus ik wil het vestje niet aan als het nog een beetje koud buiten is. Want dan krijg ik echt koude armen. Dan is het gewoon te koud. Maar doordat het garen wat dikker is. En dus ook gewoon nog een klein beetje wol in zit. Is het ook heel snel. Is het weer een te warm vestje. Dus de combi is niet helemaal goed, zeg maar. Van het garen wat ik heb gebruikt en de kortere mouwen. Nou ja, dat is gewoon zo. Dat heb ik toen gekozen. En ik draag het wel. Maar het is dus niet zo vaak als dat ik zou willen. Ik draag hem, ja, zeg maar, gewoon in het voorjaar als het nog niet te koud is. Maar zeker ook als het niet te warm is. Nou, vandaag werd een beetje een bewolkte dag. Ik zie dus dat het ook nu regent. Ja, ik zet hem op pauze, want ik ga even mijn zonnescherm doen. Ja, daar ben ik weer. Dus ik zie zondag als het helemaal nat regent natuurlijk. Toch? Ik ga toch eventjes vlug dat zonnescherm omhoog draaien. Het begint net met regenen, dus dat kon nog wel. Ons zonnescherm gaat echt enorm zwaar. Het is een zonnescherm van, ik denk, 5 meter breed of zo, 6 meter. Nou, 5,5. En hij is al. Oh. Ja, nou ja, we waren van de week 19 jaar getrouwd, dus we wonen 19 jaar in dit huis. En dat zonnescherm is dus ook 19 jaar oud. Erg, hè? Ik heb hem nu echt heel snel gedaan. Normaal had ik dat heel rustig op mijn gemak. Zo van, oh ja, nee, dat moet niet te veel energie kosten. Maar nu deed ik het eventjes snel. En dat is dus eigenlijk helemaal niet handig. Want ik moet gewoon op adem komen, joh. Ja, erg, hè. Gelukkig vertelde ik de vorige keer dat ik 18 kilometer had gelopen. Anders zou je nog denken dat ik totaal geen conditie heb, joh. Ja, nou ja, goed. Nou ja, dit vestje. Daar was ik mee bezig. Nou, de korte mouwen, dat noemde ik al. En wat ik heel leuk vind om over dit vestje te vertellen, zijn de knopen. Het is er één te weinig. Maar deze knopen, die zijn dus van hout. En ik heb dit haakboek, handmade van Jessica Kouwenhoven. In dit haakboek vertelt zij heel veel over haaknaalden maken en natuurlijk haken, breien en garensverven. Nou, en dat dan allemaal op een natuurlijke manier. Dus zonder chemische processen met het verven van garens. En wat je uit de natuur kunt gebruiken om ja, je werk mooier te maken. En op een gegeven moment, ja, dat weet ik nu echt eigenlijk niet waar dat staat. Haaknaalden. Geeft zij dus tips in dat boek om je eigen knoopjes te maken? Nou, en toen ik dat zag, had ik al toen gelijk zoiets van: nou, dit vind ik echt zo leuk om een keertje te doen. En ja, ik heb dit boek, denk ik. Nou, weet ik, ja, het maakt niet uit, ik mag het toch niet laten zien, want het is toch haar beschrijving. Ja, ik heb het 3 jaar terug voor mijn verjaardag gekregen in april. Met mijn mooie paraplu-haspel van mijn familie kreeg ik die toen. En aan april. En nou ja, lekker doorgelezen en daar niet gelijk mee aan de slag gegaan. Toen gingen we later, na de zomervakantie, in de herfstvakantie denk ik, gingen we een keertje naar het bos toe. En toen had ik echt in mijn hoofd zitten: we gaan hout zoeken om haaknaalden te maken en om knoopjes te maken. Nou, en in het bos dan vind je natuurlijk echt van alles, zeker in de herfst. Dus we hadden echt een hele mooie dikke tak gevonden en daar heeft Jaco toen deze knoopjes van gemaakt. Ik vind het zo leuk. Echt zo leuk. Achteraf had ik hem dus gewoon een knoopsgat bij moeten maken. En hem hier ook nog dicht moeten knopen. Nou, dat heb ik toen niet gedaan. En ik vond dit echt veel te ver openstaan zo. Dan heb ik later, heb ik dit boord hier zo nog aan elkaar gezet. Met een ja, stukje garen gewoon van het vest. Gewoon van hetzelfde. Maar ja, dat ziet er natuurlijk altijd net een beetje, net niet mooi genoeg uit. Dus heel vaak als ik het vestje aan heb, denk ik van, ja, ik zou er eigenlijk een ander knoopje bij moeten zetten. Maar dan zit ik bij mijn knopen te kijken en dan heb ik niks wat heel mooi matcht met deze. Tot, echt heel leuk, ik denk een week of 3 geleden was ik in de schuur dingetjes aan het opruimen. En toen zag ik ineens zo'n soort houtje liggen. Dus ik vroeg dat s'avonds aan Jacob. Ik zeg: is dat nou nog zo'n knoopje van mijn vest wat jij toen gemaakt hebt? Ja, zegt hij. Ik had het toen meegemaakt en wist ik veel. En ja, dat is nog zo'n knoopje. Dus ik dacht: oh, dat is mooi, dan kan ik die nog gebruiken. Maar die bleek niet goed meer te zijn. Maar toen zei hij later van: maar ik heb ook nog die tak die ik toen gebruikt heb. Dus hij gaat nog een nieuw knoopje voor me maken. En dan kan ik die hier bovenaan zetten, erop zetten. En dan heb ik er gewoon 4 op een rij. En dan, ja, dan is die echt helemaal af. Het heeft 3 jaar geduurd, 2 jaar geduurd. Maar goed, dan is die lekker af. En dat vind ik echt wel heel erg leuk.
Wat ik er verder over wilde zeggen. Dit vest heeft een hele leuke constructie eigenlijk. Want je haakt. Ik weet dat ik dat toen heel bijzonder vond en heel leuk vond. Je haakt hem opzij. Ja, ik heb er niks over opgeschreven. Je haakt hem opzij. Dus je haakt eerst, denk ik, dat je hier begint. En dan ga je die hele lap ga je zo helemaal in het. Nou ja, helemaal zo haken. Dus je hebt dan een hele lange lap gehaakt. En die vouw je dan zo dubbel. Dus de toeren lopen niet zo over je vest heen, wat je heel vaak eigenlijk gewend bent, maar gaan dus van boven naar beneden. En dat vond ik toen ook zo heel leuk aan het vestje. Nou, dan later dat boord eraan haken. Dat was echt een flinke klus, want je moet al die steekjes opnemen. Het boord haak je ook met een naald kleiner. En dat haakte ik toen met. Hoe zie ik dat hier nog staan? Ja. Ik haakte het vestje met naald 3 en dan heb ik het boord met naald 2,5 gehaakt. Dus dat was best wel, want het garen was best dik daarvoor. En dan zeker omdat het zo bochelig was. Het was best wel een beetje een topachtig werkje. Maar ook dat is gelukt. En nou ja, helemaal goed. Dus ja, ik ben er blij mee. Maar, daar valt mijn oog nu ineens op. Volgens patroon moest je het met 4,5 haken. En het lijkt wel een beetje story of my life, want ik haakte dit dus met naald 3. Dus dat is gewoon anderhalve maat kleiner dan wat het patroon aangaf toen. En ik kom er dus achter dat ik echt heel vaak een kleinere naald nodig heb. Maar niet altijd. Dus ik kan niet standaard daarvan uitgaan. Nee. Nou ja, knoopjes uit dit boek. Patroon dus van Lies van Suus. Heel leuk. Ik zal hem hieronder linken straks als ik de show notes ga maken. En dan, ja, weet je, ik zei al van, nou, een heel klein beetje ga ik over het haken vertellen misschien. Nu ik die knuffel af had voor mijn neefje. Mijn neefje, hij is inmiddels geboren. Echt heel fijn. Hij is denk ik, de vorige keer nam ik op zaterdag dat filmpje op. Dus toen is hij in dat weekend is die geboren. Eerder weet ik dat ik een keertje vertelde van, nou, misschien ga ik nog langs bij hem in Zwitserland dan. Maar dat gaat niet gebeuren. Helaas, maar mijn ouders die gaan wel binnenkort en ik zou heel graag met hem meegaan, maar ook heel erg leuk. Sil, onze jongste van 7, die mag zijn zwemdiploma zwemmen, zijn A-diploma. Nou, daar heeft hij echt heel hard voor gewerkt en lang op zwemles voor gezeten, dus uiteraard gaat dat dan natuurlijk voor. Dus in plaats van dat ik dan naar Zwitserland toe ga, dan ga ik lekker naar het zwembad toe om naar Sil te kijken. Nou, daar hebben we ook allemaal heel veel zin in, dat is ook fijn om te doen. Ja, daarna, dat gaat gewoon niet, want we gaan wel op vakantie. Want onze zomervakantie die begint al over 2,5 week, zeg maar. Ja, eigenlijk is dat nog maar 2 weken en 1 dag. En dan gaan we gelijk op zaterdag weg. Dus dat gaat echt al heel erg opschieten. Ik heb enorm veel zin in om lekker te gaan kamperen. Ik zie er echt naar uit. Dus ja, nou ja, naar Zwitserland, dat gaat gewoon niet lukken. Die olifant, die gaat met mijn ouders mee. Dan komt hij toch in Zwitserland aan. En ik ga mijn neefje natuurlijk later gewoon een keertje zien. Maar juist dat hele kleine, dat is ook gewoon heel erg leuk. We zien steeds foto's. En dat is ook, iets anders. Maar ook gewoon genieten om zo'n mooi mannetje op de foto te zien. Dat is ook fijn. Ja, joh. Maar van de week zei ik. Oh ja, die knuffel. Ik wou zeggen, waarom kwam ik daar dan op? Maar die knuffel van mijn neefje is dus klaar. En dan wilde ik graag weer iets anders gaan haken. En dat heb ik, meen ik, een keertje laten zien. Hele mooie strenge wol liggen om een vestje van te gaan haken. Ja, het liefst een vestje. En van de week, van het weekend, zei ik, oh, ik ga dat doen. Ik ga echt nu haken. Maar ik schiet gewoon niet zo heel erg met mijn andere werkjes op. Dus ik dacht, nee, ik ga nog niet beginnen. Maar zeker toen ik vanmorgen dan weer zo'n gehaakt dingetje aantrok, toen dacht ik wil zo graag haken. Dus ik denk dat ik wel toch maar iets op ga starten met het haken. Hoewel, over 2 weken als we op vakantie gaan, je ziet me die kant op kijken, daar ligt mijn Granny Squares kleed, wat ik in de vakantie in de caravan altijd aan haak. Dus dan haak ik daar ook weer aan. Ik ben benieuwd. Nou, ik heb ook wel heel veel zin om dat lekker te gaan doen. Nou, waar ben ik dan wel mee bezig? Ik ben lekker bezig met deze sok. Een soort van mijn kerstsokken, zo worden ze hier thuis nu wel echt genoemd, nadat Lois dat een keertje gezegd heeft. En ja, hij schiet wel aardig op, moet ik nu zeggen. Ik ben eigenlijk gewend dat sokkenbreien heel snel gaat, want ja, tot nu toe heb ik vrijwel alleen maar sokken gebreid, wat gewoon heel snel in het rond haken is. En of met een heel klein patroontje erin, wat eigenlijk dan nog steeds snel gaat.
Of natuurlijk een keer die leuke scrappy socks. Dan moet je wel om de paar toeren wisselen. Maar dan is het allemaal vooral recht breien. En dat is deze sok ja, niet. Dat is constant met twee kleuren breien. Ik had eigenlijk mijn sokblokker even moeten pakken. Dat denk ik dan weer niet aan, hè? Nou, zo kan je vast een beetje zien hoe leuk die gaat worden. Zal ik hem even pakken? Pak hem toch even blijven. Want echt, als ik die sok, ik heb hem al tijdens het breien, nou, hoe vaak zou ik hem al aangehad hebben? Echt heel vaak. Eerst gewoon om te kijken van, hoe ver ga ik de bovenkant maken? Ga ik het been maken? Ik had in het patroon gekeken. Maar het patroon wordt natuurlijk met meerdere kleuren, wordt dat gebreid. En dat wilde ik niet. Ik wilde hem gewoon in één kleur, of tenminste eigenlijk in twee kleuren breien. En toen had ik wel in het patroon gekeken van, nou, hoeveel toeren doen zij aan in het bovenstuk, in het been, of hoeveel keer wordt dat herhaald. Zij deden dat 11 keer. Ja, ik denk dat ik dat ook heb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, zie je, dat heb ik precies gelijk gedaan. En toen kwam ik op een gegeven moment bij de hiel. Dacht ik, oh ja, nu heb ik natuurlijk 72 steken opstaan. Want ik had flink gemeerderd met de steken voor het kleurwerk. Om het goed passend te krijgen. Dan ga ik dan mijn hiel met 72 steken doen? Of dan natuurlijk de helft, dus 36 steken. Of ga ik dan eventjes in die achterste toer voor de Shadow Wrap Short Row hiel, ga ik dan minderen? Dacht ik, ja, ik wist gewoon niet zo goed wat wijs zou zijn of zo. Dan dacht ik van, joh, weet je, ik hou het gewoon bij die 72 steken. Volgens mij moet dat ook wel kunnen. Want dan kan mijn voet er gewoon goed en makkelijk in gaan. Nou, toen heb ik de Shadow Web Short Row Heel heb ik dan netjes in drieën kunnen verdelen natuurlijk. Dat is ook wel eens leuk. Dus 12, 12, 12. En dat ging eigenlijk heel goed. En dat ging niet heel goed. Dat rode, dat is dat Krempke Edelwijsgaren. Dat is super glad, want er zit wat alpaca in. En heel, heel lekker zacht. Echt wel, als ik deze sokken aan heb, nou, het is gewoon een cadeautje voor je voeten om zulke fijne sokken aan te hebben. Maar dit is natuurlijk dan super glad. En dan met die hielbreien heb je natuurlijk steek op je naald staan en steek op je andere naald staan. Dus op een gegeven moment was ik halverwege de hiel, of tenminste halverwege het eerste stukje van de hiel. En toen had ik mijn breiwerk weggelegd en niet ver genoeg mijn steken doorgeschoven. En met ja, dat ik mijn breiwerk denk ik weer op wilde pakken of zo. Of dat ik het even wilde verleggen. Schoot mijn naald eruit. Ja, ik denk echt dat ik al een stuk of 6 toeren had gebreid. Dus echt halverwege het eerste stukje. En met dat gebeurde, zakte er ook van die tweelingsteken naar beneden toe. Nou, ik heb echt nog mijn best gedaan met mijn kleine haaknaaldje erbij. Weet je, van 2,5. Om die steken dan weer op te pakken. Maar nou, het werd zo'n zootje. En het zakte gewoon. En ik kreeg het echt niet meer netjes. Toen dacht ik, joh, weet je, volgens mij ben ik nu echt sneller klaar. Als ik gewoon die hiel helemaal uittrek. Mijn steekjes weer oppak. En daarna de hiel gewoon nog een keertje ga breien. En dat heb ik toen gedaan. Dus het ging niet heel makkelijk deze keer de hiel breien. Maar dit is wel wat ik altijd al denk. Als ik met die hiel bezig ben en mijn breiwerk wegleg. Dat ik dan denk van, oh, als dat maar goed gaat. Want als ik nou mijn tweelingsteken kwijtraak. Of op een gegeven moment je drielingsteken. Kan ik ze dan nog terugpakken? Nou, nu lukte het dus niet. Het was ook niet helemaal het goede moment. Want ik ontdekte toen ook juist iets over mijn vest waar ik niet blij van werd. Dus misschien was dat ook niet echt heel helpend. Maar ik heb gewoon mijn hiel weer opnieuw gebreid. Maar ja, je ziet, denk ik. Je ziet een beetje hoe pluizig het is. Nou, dat is gewoon echt de zachtheid van het garen. Dit is durable socks. Dat voelt ook lekker zacht. Dat is minder zacht natuurlijk dan deze. Maar het voelt nog steeds heel fijn, heel lekker. Dus dat, ja, dat is leuk. Nou, en in het boek, volgens het patroon, brei je de voet ook weer met 11 verschillende. Of 11 keer het patroontje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ben ik benieuwd of ik dat ook ga doen. Het zou best kunnen dat dat iets minder is. Want ik trok hem gisteravond aan. En toen was ik best al wel een heel stuk op mijn voet. En meteen, die wordt nu natuurlijk vrij lang, omdat die ook van 72 steken gaat minderen naar, ik denk, 12 of 14 steken. Dan moet ik nog eventjes opzoeken wat ik bij mijn voet doe. En dus het zou best kunnen dat ik hier geen 11 doe. Dat weet ik nog niet zo goed. Nou, ik wil ze heel snel af hebben,
Maar dat lukt dus niet zo heel goed, want ik weet niet waarom niet. Het breidt gewoon niet zo heel snel door. Want ik heb deze naald, dit is de 2,5, die heb ik nodig voor mijn vest. En toen bedacht ik, raak ik dan één sok eerst af? Ga ik dan verder met mijn vest? Nee, dat duurt veel te lang. Ik ga toch echt eerst twee sokken afmaken. Met mijn vest kan ik wel wat doen. En dan ga ik met de 2,5 verder met mijn vest. Je ziet hier een steekmarkeer er hangen. De vorige keer was ik nog niet zo heel ver. En toen zei ik van, nou, ik zie, de overgang gaat niet zo heel netjes met de Magic Loop. Ik zie hier ook een soort van een gat zitten of zo. Nou, en ik denk diezelfde dag dat ik toen nog eventjes die sok aantrok van, kom ik er nog steeds goed in nu ik wat verder ben? En kom ik dan nog steeds goed in het, zeg maar, kan ik nog steeds goed die draai maken? En toen schoot hij nog een stukje verder open. Toen zat ik gewoon wat beter te kijken. En toen dacht ik, joh, krijg nou wat, ik heb gewoon een losse steek of zo. Echt zo, als ik hem niet vast had gezet, want dat heb ik nu dus ja, gedaan. Ik heb hier twee steken zo een beetje vastgezet. Als ik dat niet had gedaan, had zo'n hele steek helemaal zo naar beneden kunnen zakken. En was ik gewoon een steek verloren. Maar het gekke is, ik snap nog steeds niet hoe het kan. Het gekke is dat ik wel gewoon het goede stekenaantal heb. Ook in die toer daarna. Dus ik heb gewoon kunnen breien. Het enige wat ik kan bedenken is dat ik met de Magic Loop maker dus de draad niet goed overheen heb gedaan. En daarna doorgetrokken heb. En dat ik daardoor een fout heb gemaakt of zo. En nou ja, ik weet het. Weet je dat je dan een soort van tweelingsteek hebt gemaakt? Ik weet niet of ik dit helemaal snap hoe ik het nu bedoel. Maar dat ik een soort van tweelingsteek heb gemaakt. Rondgetrokken heb. En dan één van die twee heb gepakt of zo. Ja, ik weet het ook niet. In elk geval is het niet helemaal goed gedaan gegaan. Maar ik kan dit wel aan de binnenkant met een draadje vastzetten. Dat komt echt wel goed. Nou, ik word er heel blij van. Ik trek ze heel vaak tussendoor aan. Bijna iedere dag wel even zo van, oh, zo lekker. Oh, zo fijn. Oh, zo mooi. Weet je wel, het hele riedeltje ratel ik dan nog eventjes af. En gisteren zei Lieke ineens, dat is onze oudste van 14, die zegt, ja, maar mam, hoe ga je dat dan doen in de was? Want je zegt altijd dat iets niet bij de witte was mag, want dat verkleurt dan heel erg. Dan dacht ik, ja. Ja, rood met wit, dat is inderdaad niet zo'n hele slimme combi. Maar nou ja, we zien het wel, en anders wordt het een beetje roze misschien of zo. Ik weet het ook niet, maar ja. Fantastisch toch? Echt heel leuk. Ik ben wel heel benieuwd, want je ziet hier nu echt wel duidelijk dat dat het stukje is van de overgang van de Magic Loop. Dat als ik straks zo'n keertje gewassen heb, wie weet hoe ze er dan uitkomen, in het roze of in het wit. Maar dat het dan een beetje nog glad trekt, goed trekt, of dat het echt wel zichtbaar blijft. Het is een oefending, hè, voor me. Dat, ik ben aan het leren om dat zo netjes mogelijk te krijgen. Nou, het is nog niet zo dat het nou echt heel veel beter gaat, maar ja, hier zie ik bijvoorbeeld ook weer aan de steek echt wel wat losser zitten. Maar oefening baart kunst, dus we zetten lekker door. En aangezien iedereen ze heel leuk vindt, worden er allerlei kleurencombi's besteld. Dus voorlopig kan ik ook nog wel dit soort sokken breien. Maar ik heb er wel bij gezegd dat ik hierna weer gewoon gewone sokken ga breien. Want ik heb soms ook even lekker zin in dat gewone doorbreien. Dat vind ik dan ook echt, echt heel leuk en lekker om te doen. De vorige keer liet ik Jacob sneakersokjes zien die ik toen gemaakt had. En toen zei ik van, nou, ik weet niet zo goed of ik het nu wijs heb gedaan. Hè, met na de heel nog 10 toeren breien. En na die 10 toeren 10 toeren boord. En of het dan gaat afzakken of dat het wel goed blijft zitten. Nou, hij heeft ze gedragen. Ze zaten eigenlijk heel goed. Ze blijven goed zitten. Zakken niet af. En hij is er echt dik en dik tevreden mee. Hartstikke blij mee. Dus ik denk dat en nog wel een paar sneakersokjes hierna, na deze die ik nu af of aan het maken ben, dat er nog wel een paar sneakersokjes gaat volgen. Zo blij mee. Ik zei gisteren tegen hem, ik heb je sokken gewassen. Je kunt ze morgen weer aan. Het wordt ook niet zo gek warm, dus dat is dat misschien wel lekker. Dat is goed. Zou die doen. En vervolgens zag ik vanmorgen die sokken nog hangen. Dus ja, misschien is hij toch iets minder blij mee dan ik dacht. Ik weet het niet hoor. Dat is ook vast niet helemaal waar, want hij was er echt heel blij mee. Ja, maar goed. Ja, en dan dat vest. Oh, oh, oh. Dat heb ik toch echt eventjes flink zitten balen ervan, joh. Nou, eigenlijk eerst totaal niet. De vorige keer liet ik jullie... Ja, zie, nou gaat echt mijn naald er bijna uit. Dat geeft ook niet, want dit moet er ook uit. Maar ik wilde het graag nog eventjes het verschil laten zien. Vorige keer heb ik dit aan jullie laten zien. En hier zie je dat in die ster die ik hier aan het breien was, dat het contrast niet zo heel groot is. Het zijn twee kleuren groen, maar eigenlijk zie je dat nauwelijks.
Toen had ik blauw besteld. Dat blauw viel me een klein beetje tegen in de zin van dat het feller was dan wat ik eigenlijk had gedacht. Maar ik ben er uiteindelijk zo blij mee, want ik was het aan het breien en iedere keer weer dacht ik, oh, wat wordt dit mooi, wat wordt dit leuk, wat wordt dit fijn. Zie je, nu merk ik dus ook dat kleur op het scherm niet zo mooi en kloppend is als dat het eigenlijk moet zijn. Kijk hoor. Nou ja. Ja, nou ik krijg hem niet echt helemaal goed. In elk geval is het denk ik wel echt duidelijk dat de blauw een veel betere keuze is dan het groene wat ik eerder had. En komt er veel en veel mooier uit. En moet je kijken hoe ontzettend mooi dit wordt. Ja, hier word ik gewoon echt zo, zo blij van. Ik heb hier met zoveel plezier aan gewerkt. Ik weet dat ik de vorige keer zei van, oh ja, met die ster. Oeh, ik moet er zo mijn aandacht bij houden. Ik moet zo goed opletten. Nou, toen had ik die ster natuurlijk hier gebreid. En toen moest ik hem hier nog breien. Maar daarna, na die ster. Oh, dit is zo makkelijk wegbreien. Dit zijn hooguit 3 steken in dezelfde kleur. En dan pak je de volgende kleur er alweer bij. En, dus dat, en dat herhaalt zich dan het hele stuk door iedere keer. Dus dit hele gedeelte, nou dit breidt echt super makkelijk weg. En zo fijn, zo leuk. En bij iedere toer denk je dan, oh ik doe de volgende ook nog even. Oh ik doe de volgende ook nog even. Want dan ben ik zo benieuwd. En zeker tot aan hier. Want hier is pas, ja zie je dat? Ja, hier is het donkergroene erbij gekomen. Dat is niet zo'n heel groot contrast met dat donkerblauw. Dat is in het echt hier wel echt wat beter. Maar ik vind het prima zo. Dit vind ik ook juist wel mooi. Dat er net een klein beetje contrast in zit, maar niet te veel. Maar ja, ik zou zo graag willen dat er nu op het scherm de goede kleur te zien is. Nou ja, dat is het nu eigenlijk gewoon eventjes niet. Maar, ja, de vorige keer zei ik ook ik vind het heel moeilijk, die Magic Loop en dan met kleurwerk breien. Toen gaf iemand echt een gouden tip, ik ben daar zo blij mee met die tip. Haar tip was namelijk van, joh Elske, misschien kan je het eens een keer met de Running Loop proberen. Nou, dat was in die testbreiersgroep. Diegene die had mijn filmpje bekeken en dat gehoord. En toen gaf ze dat als tip. Schreef iemand anders al als reactie. Die las het eerder van, nou wat is dat dan? Want als ik de running loop intik, dan kom ik alleen maar de hardlopers tegen. Nou, hardlopen is ook heel leuk. Dus dat wil ik best eventjes zien. Maar dat is dus wel zo. Ik kwam ook met running loop kwam ik niet echt direct bij een filmpje wat duidelijk maakte wat ik dan zou moeten gaan doen. Toen heb ik Magic Loop, Running Loop, gewoon echt verder zitten kijken op YouTube, bij instructiefilmpjes allemaal. En op een gegeven moment kwam ik bij de Traveling Loop. En daar werd uitgelegd wat ik nodig had. En het is zo'n fijne manier voor mij. Normaal natuurlijk met een Magic Loop brei je een hele toer af. En dan trek je je naald door. Zo, zeg maar, de voorste, daar ga je dan weer op breien. Dus deze trek je er helemaal uit. Maar nu, in plaats van dat ik hem er helemaal uit trek, laat ik hier 3, 4 steken, laat ik hier staan. Dan schuif ik hem er zo tussendoor. En dus dan begin ik hier met breien. En dan staan er aan deze kant, staan er nog net 3, 4 steekjes op. En dan ga ik de nieuwe rij met steken hier breien. Dan zit je er niet mee dat je de kleuren in je bochtje mee moet nemen. En echt, het was een verademing voor me. Echt waar. Je moet soms wel eventjes net even goed die naald er doorheen kunnen duwen. Dat, zeker in het begin moet je daar een beetje een handigheid in krijgen. Want dat is niet iets wat ik altijd zo doe. Maar nu ik dat wel iedere keer zo deed, dacht ik van nou, dit is echt zoveel makkelijker. Daar word ik echt heel erg blij van. En dan bij de toeren, want die zitten er natuurlijk ook bij, dat je helemaal in één kleur breidt. Die doe ik dan gewoon met de gewone Magic Loop en zit er wel een kleurwissel in. Dan doe ik die Traveling Loop. Ik zal hieronder het filmpje delen wat ik gebruikt heb, want ik vond het echt heel erg handig. Tegelijk vertik ik het om bij mijn sokken ook op deze manier te doen. Want ik wil gewoon dat anderen ook goed leren. Maar bij dit vest wilde ik het heel graag heel mooi hebben. En bij mijn voeten vind ik dat net iets minder belangrijk, iets minder erg.
Vervolgens had ik zoveel plezier hierin en zat ik hier zo lekker mee te breien, dat ik wel een keertje dacht als ik hem zo over mijn arm heen trok van, oh, hij wordt wel heel erg wijd. Nou ja, het zal wel, dacht ik dan. Ja, het zal vast wel goed zijn. En toen op een gegeven moment kwam mijn schoonmoeder langs en dat was op zaterdag. En toen zei ik al tegen haar, ja, ik ga nog wel even voor de zekerheid mijn steekverhouding meten. Zie je, nou zijn de kleuren beter. Vervolgens stelde ik dat nog een stukje uit en heb ik nog een stuk verder gebreid. En toen zondag dacht ik, zondagavond, echt heel dom, dacht ik, oh ja, ik zal nog even mijn steekverhouding meten. Of het nu echt kloppend is. Zo, die viel tegen. Oh, bij de andere mouw die ik net al weglegde, maar die ik net liet zien, zat ik dus heel gespannen te breien. Omdat, ja, ik vond en dit een vrij moeilijk stukje en met die magic loop zat ik enorm te tobben. Dus van stress, schrik en inspanning heb ik gewoon vrij strak gebreid voor mijn doen. En kwam ik op 31 steken per 10 centimeter uit. Perfect, want ik had 32 nodig. Dus ik dacht, nou, dat zit helemaal goed. Dit breide zoveel lekkerder. Dus ik zat veel meer gewoon lekker in mijn breiflow. En ja, hoe ik ook tel, waar ik ook meet, hoe ik het ook probeer om het goed te krijgen, dat lukt echt niet. Ik heb hier 26 steken op 10 centimeter. Ja, dat is natuurlijk echt veel te veel. Dat scheelt 6 steken per 10 centimeter. En ik zat eventjes rond verder te rekenen. Mijn, zeg maar, het vest wordt zeg maar, eventjes rond de 90 centimeter. Dus dan moet je 9 keer die 6 steken te veel rekenen. Ja, dat wordt een veel te groot vest. Echt veel te groot. Ik zat het in centimeters even met voor te rekenen, hardop na te rekenen. En toen zei ik dat tegen Jacob. Ik zeg, dan kom ik hier en hier op uit. Nee, zegt hij, dat moet je echt niet doen. Dus ja, dit gaat echt uitgehaald worden. En ik breid dit op een 2,75. Dus dan ga ik terug naar 2,5. Maar ja, die gebruik ik nu op mijn sokken. En ik heb er maar eentje van. Maar op zich komt dat wel goed. Dat maakt niet uit. Ik ga eerst die sokken afmaken. Ik heb dit nog niet uitgehaald. Eerst heb ik het gewoon weggestopt. Ik dacht, wat ik niet zie, dat weet ik ook niet. Hoef ik me ook niet rotter om te voelen. Maar ja, nu is die toch weer tevoorschijn. En gisteren ook al. Ik ga het gewoon uithalen. Ik heb gewoon zin om het weer te gaan doen. Wat ik dan wel vast kan doen, en dat vind ik wel heel fijn. Het vest is zo opgebouwd dat je de mouwen apart breidt en het lijf apart breidt. Bij het lijf zit echt een heel stuk boord van 40 toeren uit mijn hoofd. En die breid ik op 2,25. Nou, die naald is wel vrij. Dus ik ga gewoon één deze dagen aan mijn boord aan de onderkant beginnen. Nou, dan kan ik heel veel toeren kan ik boord breien. En dat is ook een lekker werkje om er gewoon eventjes bij te pakken. Tegen die tijd dat ik met mijn boord klaar ben, zal ook mijn sokken wel klaar zijn. En dan kan ik hopelijk gewoon echt goed mee aan de slag. Ik had het er nog heel even met Eve over. Zij die het vest ontworpen heeft. En zij gaf aan, zeg, ik denk dat het aan de wol ligt. Want er zijn meer mensen die hier tegenaan lopen. In deze wol zit gewoon een soort van lucht. En met dat de lucht ja, erin zit, wordt je vest natuurlijk heel lekker fluffy, zeg maar, eventjes heel, ja, heel fijn, heel lekker luchtig hoe het voelt. Maar dat geeft natuurlijk ook net, ook al klopt de looplengte van het bolletje, dit bolletje van Jameson Spindrift, klopt precies met durabele socks, waar even het eerste vest mee heeft gebreid. De looplengte is precies gelijk, maar de draad is gewoon anders gesponnen. En dat maakt nu dat ik veel meer steken heb. Ik brei ook los, hè, maar dat maakt denk ik ook dat ik veel meer steken heb op de 10 centimeter. Ik vind het wel heel apart trouwens, want tot nu toe is al mijn kleurwerk te strak gebreid in verhouding. Ja, of ik heb dat gewoon veel beter door. Ik ben nu wel heel veel kleurwerk aan het breien, maar nu brei ik het dus veel te los. Dus dat is eigenlijk wel heel apart om te merken. Daarom had ik hem ook nog niet uitgehaald. Wat ik nog eventjes wil doen, want dat kan nu makkelijk. Dit in een sopje leggen met Eukalan. Gewoon een poosje. En dan daarna blokken. Ben ik heel benieuwd hoe die dan wordt. Ik hou er altijd van. Als je werk geblokt is, dan wordt er zo mooi van. Maar ook of dat nog iets met de steekverhouding doet. Want dat, daar ben ik ook dan echt benieuwd naar. Dat is wel fijn om te weten. Dus ja, ik moet hem zo gewoon niet opruimen. Ik ga hem straks lekker in een teltje met sopje doen. Leuk. Ja, en ik word hier zo ontzettend blij van. Echt waar, ik heb echt enorm veel zin in dat dit vest klaar is.
Dus dan ga ik lekker aan breien. Wat ik trouwens nou bijna voor het eerst merkte de afgelopen dagen. Het is natuurlijk ook wel echt warm geweest. Maar ik heb bijna nooit last om het warm weer met wol te breien. En met deze wol dacht ik op een gegeven moment, ik ga mijn handen wassen. Weet je? Ik krijg zweethanden ervan. Het plakt, het gleed niet lekker door mijn handen heen. En dat, nou, dan had ik mijn handen gewassen. En een poosje later ging ik weer mijn handen wassen. Dus dat was een nieuwe ervaring eigenlijk voor me. Dus het wordt nog wat. Als het een warme zomer blijft, dan wordt het een uitdaging om dat vers te breien. Maar dat komt vast ook wel weer goed. Hey, over breien gesproken. Het ligt hier nog op tafel. Ik pakte net mijn spulletjes nog. Dit laat ik ook eventjes zien. Seel, dat is onze jongste van 7. Soms breidt hij. En dat vindt hij dan echt leuk om te doen. Hij weet het inmiddels ook. En van de week pakte hij zijn breiwerk weer. Ja. Het is echt nog een mini-lapje. En die eerste toeren, die hebben we samengebreid. Dat is al een paar maanden geleden. En de toeren die daarna volgen, die heeft hij echt allemaal zelf gebreid. Behalve de eerste steek, die breid ik altijd voor hem. Want die is natuurlijk net eventjes wat lastiger. Dat vraagt hij dan. En daarna breidt hij ze zelf. Ah, hier gaat het nu fout, zie ik. Dat moet ik even oprapen. En van de week pakt hij zijn breiwerker weer bij. Hij zegt, man, ik ga breien. En vervolgens heeft hij één toer gedaan. En nu ligt het er hier nog. Met één steek van mij en één steek van hemzelf. Maar dat zijn ook van die genietmomenten, vind ik. Als, hij is echt zo'n stoer jongetje, weet je. Hij doet heel veel dingen, echt van die typisch jongensdingen. Wat ik altijd heel bijzonder vind, omdat hij met twee meiden in huis kwam. En Lieke en Lois waren 5 en 7 toen hij geboren werd. Dus het was echt volop meiden in huis. En, maar hij pikte feilloos de autootjes eruit, de ballen eruit, weet je. Echt, echt van die typische jongensdingen. Mijn breien vindt hij ook heel leuk. En dat vind ik dan ook echt heel leuk om te zien. Ja, ik ga eventjes iets nog van het stippen laten zien. Maar het begin met Lois. Omdat ik het nu ook over Sil heb. Lois stipte gisteravond haar bord af. Zij houdt enorm van geel. En dit bord was echt een uitdaging en een enorme klus voor haar. Maar de laatste weken pakte ze hem er iedere keer weer eventjes bij. Een stukje bij een beetje is die klaar. Ze moest op het laatst nog al die lichte opvulstippen aan de zijkant. En dat heeft ze nu ook af. Echt mooi. Daar word ik ook heel blij van. Hè? Dat vind ik ook zo knap gedaan van. Dat is zo mooi. Daar, ja, je ziet hem net een beetje hangen. Daar hangt er een van mij met de foto van ons 5 erin. Die vind ik ook zo ontzettend mooi. Ja, en de theepot. Heel leuk, joh. Mijn buurvrouw die zei laatst van dat ze ook een keer graag wilde stippen. En dat ze dat ook wel wilde leren. Heb ik dat nou de vorige keer verteld? Weet ik eigenlijk eventjes niet. Nou, heb ik het wel verteld? Nou ja, sorry dan. Dan hoor je het iets voor de tweede keer. Maar zij hebben heel wit servies. Borden sowieso. De rest weet ik eigenlijk niet zo goed, maar borden sowieso. En soms, als zij iets lekkers hebben of als wij iets lekkers hebben, weet je, wat dan over is of wat er gewoon leuk is om te delen, dan delen we dat met elkaar. Dus het is al een paar keer gebeurd dat zij een wit bord met bijvoorbeeld taart of koeken erop of zo naar ons eventjes deden en dat wij dat dan opeten en dat het dan weer een wit bord teruggaat. En altijd als ik dan zo'n wit bord in mijn handen heb, zo mooi, weet je, zo netjes dat het eruit ziet, dan zeg ik hier thuis, oh, ik zou het wel gestipt terug willen geven. Maar ja, dat durf ik dan natuurlijk niet om zomaar iemand anders een bord te gaan stippen. Dus een tijdje terug, net iets voor de meivakantie, toen zei ik tegen haar, ik denk dat ik toen een bord teruggaf. Toen zei ik dat tegen haar. Oh, zegt ze, dat lijkt me echt heel erg leuk om te stippen, want ik zie dat altijd bij jou. En ik zou het ook wel willen leren. Dus nou, dat hoef je tegen mij geen twee keer te zeggen, want dat vind ik natuurlijk heel leuk om iemand stippen aan te leren. Dus toen spraken we af van na de meivakantie, dan pakken we even een moment om samen te gaan stippen. Dus inmiddels is het 2 keer geweest en heeft ze 1 van haar witte borden meegenomen. Hij is nog niet helemaal klaar, volgende week gaat ze hem afmaken. En nou ja, zo heb ik al 2 keer lekker met haar zitten stippen. Dat is hartstikke leuk, heel gezellig sowieso. En leuk om iemand anders ook het stippen te leren. Maar als ik natuurlijk haar zeg maar een beetje aan het helpen ben, aan het uitleggen ben, dan is het niet handig om zelf verschillende kleuren verf in mijn paletje te hebben. Zeker niet als het zo warm is, want dan droog je verf vrij snel op. En dan af en toe even stippen te zetten, dan maar even stoppen, dan weer stippen, weet je wel. Dus ik dacht, oh, dit is perfect. Dan kan ik mooi mijn theepot een heel stuk verder opvullen. Nou, dat is gelukt. Zoals je ziet, ben ik een heel stuk verder met opvullen. En dat zijn echt honderden stipjes, hè? Echt waar. En als ik dan mijn verf in een stokje...
Als ik dan mijn stokje in de verf doop, dan kan ik er zeg maar echt wel 4 stippen mee zetten of zo. Hoor. Dat maakt niet met opvullen, maakt het natuurlijk niet zo uit of de ene stip wat groter is dan de andere. Het is ook juist leuk om dat verschil daar dan tussen te hebben. Maar het is echt een enorme klus. Dus dat ben ik aan het doen. En ik ben hier bij de tuit bezig. Ik heb een stuk aan de andere kant zoals je ziet. En dan moet ik deze kant nog helemaal opvullen. Nou, dat wordt nog eventjes een andere klus. Maar die tijd is best nog irritant. Want dan zie je natuurlijk hier met een hoek. Dit wordt ook nog lastig om hier goed te kunnen stippen. En gisteravond zat er zo te bekijken. Daar had ik helemaal nog niet over nagedacht. Maar ik dacht van ja, de binnenkant hiervan. Dat kan denk ik gewoon echt helemaal niet. Want dan kom je amper met je stokje. Ja, misschien kan het ook. Ook wel. Ik dacht ik ga gewoon eens kijken als ik... ik denk op Instagram door hashtag toffe theepot doen. Want zo, dat is de naam van het patroon. Dat ik dan wel voorbeelden daarvan zie. En dan zal ik eens kijken wat andere mensen hebben gedaan. Ik weet dat eigenlijk helemaal niet goed. Ik ben heel blij met de oranje opvulkleur. Want hij steekt heel mooi af met de andere cirkels. Die paarse cirkels komen er nu echt heel goed uit. En dat vind ik heel erg leuk. En oranje, ja, ik hou er wel van. Ik vind het een fijn kleurtje. Nou, dan de deksel nog, maar die bewaar ik weer even tot het laatst. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ik ga eerst opvullen en dan ga ik het deksel nog mooi maken. Dus, en gisteravond moest Lois nog een heel klein stukje van haar bord stippen. Toen heb ik deze er ook nog eventjes bij gepakt. Maar toen heb ik alleen maar een stukje van de tuit gedaan. De volgende week komt de buurvrouw weer. Dus dan pak ik hem er lekker weer bij. Ik heb geen mooie bordjes om te laten zien. Ik heb er wel nog verschillende gestipt, maar die zijn al weg. Dus ik ben nu wel bezig, maar die zijn nog niet zo ver. Om weer bordjes voor Lize van Livia te stippen. Zij maakt ook filmpjes. Naam op YouTube en op Instagram. En van haar webshop. Dat is Livia. En zij heeft eerder van mij. Zij heeft eerder bordjes van mij in haar webshop verkocht. Dus we hadden afgesproken dat ik weer een serie voor haar zou maken. Daar ben ik mee bezig. En ik ontmoet haar binnenkort. En dan zou je, als je dat leuk vindt, zou je eventueel bij haar een bordje kunnen kopen. Dus, nou ja, dit was wat ik nu had te vertellen, nu te laten zien. En ik hoop gewoon dat je er weer eventjes van genoten hebt en lekker meegekeken hebt. Ik hoop ook heel erg dat ik voor de zomervakantie nog een filmpje maak. Misschien is dat dan net iets eerder dan 2 weken, maar er komen nu van die rare weken aan. Hè? Lieke en Lois, onze oudste twee, zitten allebei op het middelbaar onderwijs. Ze hebben echt nog maar heel weinig les. Ze hebben nu nog wel een paar lesdagen, maar dat stopt al heel snel. En dan, weet je, dan gaan ze voor een uurtje naar school of niet meer naar school. Hun vakantie begint ook al echt veel eerder dan de vakantie van de basisschool. Dus ik moet eventjes kijken hoe het loopt. Maar ik zou het leuk vinden om nog net eventjes voor de zomervakantie, dus over 2 weken, om dan een filmpje te maken. Daarna gaan we dus eerst een poos op vakantie met de caravan. We gaan kamperen in Nederland. Doen we heel vaak in Nederland. Het is niet zo dat we nooit naar het buitenland gaan. Maar we vinden het ook altijd allemaal gewoon fijn en gezellig en leuk om in Nederland op vakantie te gaan. We gaan naar 1 nieuwe camping waar we nog niet eerder zijn geweest. In Overijssel is dat. En daarna gaan we naar een camping in Friesland. Daar zijn we eerder al een keertje geweest. Een hele fijne plek is dat. En daar hebben we allemaal enorm veel zin in om nog een keertje naartoe te gaan. Daar hebben we toen zo enorm genoten. Dus ik hoop maar dat het dan niet tegenvalt als we er nu weer zijn. Dat we allemaal zo'n ideaal plaatje in ons hoofd hebben of zo. Maar ik denk het niet. Want het was echt gewoon een hele fijne plek om te zijn. Dus daar gaan we dan nog lekker een week heen. En dan gaan we weer naar huis. En heel leuk. Daarna ga ik gewoon nog een keertje. Dan moet Jacob werken, dat doen we wel eens vaker. Lieke en Sil zitten allebei op scouting, die gaan er op scoutingkamp. Dus het is een heel wisselend weekje dan met wie is erbij op vakantie, op de camping, ja of nee. Lieke is er eventjes bij, Sil is er even bij, Jacob is er even bij. Maar Lois en ik zijn er heel de tijd, dus daar zien we ook lekker naar uit. Dus ik heb lekker veel kamperen voor de boeg en ik hou enorm van kamperen. We hebben echt een hele fijne, mooie, leuke caravan. Die hebben we... vrijwel helemaal leeggetrokken. Niet helemaal, maar wel echt een heel groot stuk leeggetrokken. Leuk geverfd en anders ingericht. Het is echt ons fijne plekje, ons fijne huisje waar we dan zijn. En iedereen wordt er altijd heel erg blij van als we daar zijn. En we zoeken altijd wat kleinere campings op met heel veel natuur om ons heen. Dus het is zo heerlijk om te kamperen. Daar genieten we allemaal echt enorm van. Dus ik zie er echt heel erg naar uit om dat lekker te gaan doen. En dan neem ik natuurlijk sowieso een filmpje op. Misschien tussen die 2 vakanties in. Ik weet het gewoon niet. Voor hetzelfde geld realiseerde ik me vanmorgen als het over 2 weken niet lukt.
Die kans schat ik niet zo heel groot in, want dan wil ik denk ik nog veel te graag. Maar stel dat het dan niet lukt, dan zou het zomaar eens eind augustus, begin september kunnen worden. Nou, dat is wel heel raar om dat te bedenken. Ik weet het nog niet. Ik ga het meemaken, we gaan het zien. En ja, je merkt het vanzelf wel. Ik wens je een hele fijne dag en een fijne week. En ik hoop je binnenkort van weer te zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!